Het onderzoek is om zelf te gaan kijken. Rekenkamer is een manier om te gaan kijken. Verder leek het me ook wel leuk om ik ben op dit moment voorzitter van de Rekenkamercommissie in Midden-Drenthe. Dat geeft wel aan, en zo heb ik ook de advertentie gelezen, dat uw raad hecht aan samenwerking binnen de kaders tussen de gemeenteraad en de Rekenkamercommissie. En dat spreekt mij aan. En dat sluit ik mij aan bij de vorige spreker, mijn toekomstige collega. Wij willen graag goede dingen doen voor anderen. Goedenavond, Jasper Hillesma. Zo'n doofzeel en zo'n cv als mijn voorganger heb ik niet. Ik heb mijn enthousiasme en ik heb ook wel enigszins, denk ik, verstand van zaken. Ik ben, zoals u misschien op mijn cv gezien hebt, bestuurskundige. Ik heb ook 8 jaar lang in de Rekenkamercommissie van Coevorden gezeten. Daar moest ik in 2018 eigenlijk met pijn in mijn hart uit, vanwege zittingstermijnen en dergelijke. Zeker gezien de voorgeschiedenis, het is niet zo leuk om daarover te beginnen misschien, maar ik vind dat wel van wezenlijk belang. We hebben hier wat eigenaardigheden gehad met de vorige rekenkamer. En aan wie dat heeft gelegen, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar ik hoop dat het ons lukt op een betere manier met elkaar om te gaan. Problemen vroegtijdig te signaleren en meer dan signaleren ook bespreken, want anders dan wordt het mogelijk weer immersterk. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Meneer Hillesma, dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Van harte gefeliciteerd. Ik heb nog een. Meneer Mastwijk, u heeft gesolliciteerd als extern lid van de Rekencommissie van de gemeente Almelo. En u bent vanavond niet alleen benoemd, maar ook beëdigd. Wat was uw motivatie om te solliciteren naar deze functie? Nou, ik heb gekeken hoe de betrokkenheid van de raad is. Omdat ik het als lid van de Rekenkamercommissie belangrijk vind dat er goede wisselwerking is met de raad. Omdat we uiteindelijk voor hetzelfde doel staan, namelijk het goede te doen voor de inwoners van Almelo in dit geval. En als de raad duidelijk aangeeft goed in overleg te willen met die Rekenkamercommissie, waarbij overigens iedereen zijn eigen rol moet spelen, dan denk ik van nou, dat is een club, daar wil ik wel een poosje voor werken. U heeft nogal wat bestuurlijk politieke ervaring. Hoe denkt u deze erin te kunnen zetten? Nou, ik ben 69 en ik heb inderdaad, als je dat zo mag zeggen, verschillende takken van sport heb ik bedreven. En ik denk samen met mijn collega externe leden dat wij alle drie iets inbrengen, waardoor we in goed overleg met de interne leden van de Rekenkamercommissie, dus de raadsleden, dat we een goede invulling kunnen geven de komende 4 jaar aan de rekenkamerfunctie.